oud gebouw is natuurlijk leuk, maar er komt wel een hoop bij kijken, want dat moet namelijk gerestaureerd worden. Monumenten herleven is iets wat bij vermeld restaurateurs dicht op het hart ligt. En daarom heb ik vandaag een afspraak met Hugo, hij is de bedrijfsleider en hij gaat mij vandaag het een en ander laten zien. Hey Hugo! Hey, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Hi. Zo, volgens mij zijn jullie hier keihard aan het werk zo te zien, maar wat gebeurt er allemaal? Ja, dat heb je goed. We zijn hier bezig met een complete restauratie van het metselen en voegwerk. Er gebeurt heel veel. We zijn aan het reinigen, aan het metselen, aan het voegen, we zijn aan het bijkleuren. Ik wil je eigenlijk heel veel dingen laten zien, dus ik zou zeggen, kom mee, we gaan de steiger op. Graag. Kijk, harde werkers. Dit is Fred. Ja? Fred is druk bezig met de baksteen aan het repareren, zoals je ziet. In sommige gevallen dan vervangen we ook wel degelijk steen, zoals hier en zoals we zo dadelijk boven gaan zien. Ja. Maar als er een klein hoekje van de steen is of er zit een scheurtje in, dan is het vaak wel voldoende om hem mooi te repareren met een reparatiemortel. En daar zijn we druk mee bezig. Ik moet wel zeggen, Hugo, dat het er steeds meer op begint te lijken alsof hier naast een nieuwe Vincent van Gogh staat. Ja, dat heb je inderdaad goed. Dit is Kees. Die is aan het bijkleuren. Hij doet het met de minerale verf en wij kleuren hiermee de vlekken weg op het metselwerk. Dit kunnen we ook doen als we nieuwe stenen ingeboet hebben. Dan kunnen we ze zo op deze manier ouder laten lijken. Zodat je echt niet ziet wat we eigenlijk gedaan hebben. Wow. Dus, die verf blijft ook gewoon goed zitten? Die verf blijft voor eeuwig zitten, ja. Gek zeg. Hier weer een hele andere handeling. Ja, klopt. Dit is Elvin. Elvin is een leerling metselaar. Zoals je ziet boeten we oude stenen in. We proberen zoveel mogelijk van het oude materiaal te hergebruiken. Ja. En lukt dat niet, dan vullen we aan met nieuw materiaal. Dus worden deze stenen speciaal op maat gebakken. En worden deze ingeboet en weer bijgekleurd, zoals je net gezien hebt. Dus er komt heel veel bij kijken inderdaad. En daarom ook al die verschillende disciplines inderdaad, met ieder hun eigen kwaliteit. Ja. Dit is wel echt een enorm project, hè Hugo? Hoe lang zijn jullie hier nou bezig? Nou, we zijn nu een maand of 7 aan de gang inmiddels. En we hebben nog een maand of 2 te gaan. Dus het is zeker een heel groot project. Ja. Klopt. Maar doen jullie alleen maar die grote projecten of ook voor particulieren en huizen of dat soort dingen? Nee, we doen juist heel veel verschillende projecten. Dus zowel groot als klein. Het maakt ons niet zo heel veel uit. We halen les voor eer uit een heel mooi prachtig grachtenpandje. Als een enorm object als dit. Juist die diversiteit, kan we zeggen, dat vinden wij heel erg leuk om te doen. Ja. Ja. Dus ik heb nog een voorbeeld verderop. Dus ik zou zeggen, laten we daar even naartoe gaan. Goed? Helemaal ja, gaan. Ik zit er helemaal in. Nou, laten we gaan. Let's go. Zo, we zijn in Den Haag. En dan ga je me dit pand laten zien. Ja, klopt. Een heel ander object. Aanzienlijk kleiner natuurlijk, maar minstens zo bijzonder. Dus laten we weer klimmen. Ja. Het was weer een hele klim, maar we hebben wel weer een prachtig uitzicht over Den Haag. Ja, mooi hè? Ja, echt. Wij zijn druk bezig met de restauratie van de natuursteen, zoals je ziet. Er zitten schade aan het pand, er zitten scheuren. Je hebt die gekke kolommen hier zo, dus dat markeert van alles aan. Maar je weet eigenlijk niet wat. Je ziet het, maar je weet niet wat het is. Dus we gaan een vooronderzoek starten. Gelukkig kan je tegenwoordig met internet heel veel digitale foto's terugvinden hè, van vroeger. Hè. Dus dit pand komt uit 1900, nog wat. Die foto's zijn gewoon beschikbaar. En daar zien we bijvoorbeeld dat er gewoon elementen later zijn toegevoegd aan het pand. Die eigenlijk helemaal niet zaten. Er is metselwerk aan toegevoegd, er is stukwerk aan toegevoegd. En wat eigenlijk al die schades veroorzaakt. Ja. Nou, dat is belangrijk. Dat is heel belangrijk om te weten van tevoren inderdaad. Wij zijn eigenlijk een restauratie aan het uitvoeren hier zo. Die 20 jaar geleden ook was uitgevoerd. Alleen op de verkeerde manier. Oh. Ja, dat hoort ook een beetje met het restaureren van nu. Hè, de ingreep van het verleden, dat weer te herstellen. Ja. Ja. Ja, dit is dus een project dat is al helemaal af en gerestaureerd, maar er is niks van te zien. Nou, klopt. Goed, hè? Ja. Ja, zijn we ook echt heel erg trots op. Hij is net uit de steigers, net opgeleverd. Dit is nou echt een goed voorbeeld van hoe wij het graag willen hebben als wij zo'n gevel hebben aangeraakt. We hebben hier het complete voegwerk gerestaureerd, het metselwerk, het natuursteen. Die grote watertoren in de verte hebben we compleet gerestaureerd. Maar wat ik vooral wil laten zien is een bijzonder keramisch element wat we hebben gereconstrueerd. Het zit een paar geo's verder. Dus ik zou zeggen, laten we er naartoe lopen. Ja Hugo, je had het over bijzonder keramiek. Nou, je hebt inderdaad wel iets bijzonders meegenomen. Ja, klopt helemaal. Want behalve complete gevels restaureren, zijn we ook in staat om op dingen te reconstrueren. In dit geval hebben we voor de TU Delft keramische elementen gereproduceerd. Ja, deze zijn niet meer in de handel verkrijgbaar. En wij hebben in Lunt ons eigen atelier en zijn in staat om eigenlijk alles wat niet te koop is, zelf te kunnen maken. Ja. Stel nou Hugo, ik heb een monument in mijn bezit en ik wil het laten restaureren. Waar moet ik dan eigenlijk op letten? Je moet erop letten dat een bedrijf gecertificeerd is. Je hebt het ERM-certificaat. Dat is een goed certificaat wat aangeeft dat een bedrijf gewoon voldoet aan de kwaliteitseisen die de monumentenzorg stelt.
Dat is een hele belangrijke. En het is heel belangrijk dat een bedrijf kan aantonen dat zij in het verleden gewoon goede werk hebben gemaakt. Dus vraag aan bedrijven gewoon referentieshop. Ga daar kijken. Ga dus nou samen even kijken. En dan weet je wat je kan krijgen. En heb je dan nog misschien een goede tip? Ja, ik zie het helaas nog steeds heel veel. Wij zijn heel veel in de Randstad aan het werk. En wat daar gewoon nog steeds veel gebeurt, helaas, is stralen en impregneren van monumenten. Eén tip, advies. Ga niet stralen. Ga niet impregneren. Dan veroorzaak je echt ellende mee in de toekomst. En ik kom graag uitleggen bij je thuis waarom ik niet. Waarom niet? Nee, ja. Oké. Okay. Nou, dat zou ik wel gezellig vinden, want ik vond het echt heel erg leuk vandaag. Ik dank ook. Je wel daarvoor. Graag gedaan. En ik weet in ieder geval waar ik moet zijn de volgende keer. Helemaal goed. Je krijgt zo mijn kaartje. Ja. Yes.